bouw op Jezus, anders niet. Het is zijn bloed dat redding biedt. Wie op hem hoopt, wordt niet beschaamd. Ik steun alleen op Jezus naam. De nachtteksten van vrijdag 3 november 2023 zijn gehaald uit Zefanja 2 vers 3. Zoek de Heere, alle ootmoedigen des lands, gij die zijn verordening volbrengt, zoekt gerechtigheid, zoekt ootmoed. Zoek de Heere, alle ootmoedigen des lands, gij die zijn verordening volbrengt, zoekt gerechtigheid, zoekt ootmoed. Zefanja 2 vers 3. Het leerwoord is gehaald uit Kolossenzen 3 vers 12. Doet dan aan als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Doet dan aan als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Kolossenzen 3 vers 12. Almachtige Heer en Heiland, grote God, wij loven U, wij prijzen U. U bent de Heer der Heren, de Koning der Koningen, de Heilige aller Heiligen. Zo komen we bij U om U te zoeken, U ootmoedig te zoeken, om gerechtigheid te zoeken. U bent ons fundament van gerechtigheid. En zo komen we, Heer, bij U. Om die innerlijke ontferming, die goedheid, die nederigheid, zachtmoedigheid en geduld aan te doen. Omdat wij uitverkoren heiligen zijn van U. Heer, help ons dat te geloven en ons ernaar te gedragen. Help ons om anderen ook mee te nemen in dit proces. Dat zij mogen geloven en vertrouwen dat zij in U zoveel ontvangen. Heiligheid, kracht, liefde, bezonnenheid, zachtmoedigheid, nederigheid, goedheid en innerlijke ontferming. Laten wij elkaar lief hebben met de liefde van de Heer. Omdat wij in U zien wat de toekomst zal brengen. Omdat wij ons mogen vastklampen aan U onder elke omstandigheid. Waardoor wij ook gaan. Waardoor wij anderen zien gaan. Dat we ze meenemen naar hogere hoogten. Daar waar U bent. Daar waar U hen opbeurt. Daar waar U en verzekerd van een toekomst met U die heilig is. Dat U voorziet in alle noden. Gaat U zo met de zieken, bedroefden, ellendigen, ouderen, jongeren, elk kind, Heer, elke jeugdige, elk een die door uitdagingen gaat, elk een aan wie te zien is van de jeugd, dat zij getraumatiseerd zijn, dat zij rebelleren, dat zij ongehoorzaam zijn, dat wij voor hen mogen bidden, dat wij uw geest mogen vragen om te gaan in elke school, in elk huis, op elke weg waar kinderen zijn, dat ze beschermd worden door u. Dat u, o Heer, uw Heilige Geest zendt waar wij niet kunnen gaan. Zend uw licht en uw waarheid, dat die ons mogen leiden. Dat wij mogen weten dat wij met voeten van vrede gaan in deze wereld. En we danken u dat wij gebeden mogen opzenden, zodat zegeningen naar beneden stromen. Heer, u zegent, u behoedt en u bewaart ons. Gaat u ook zo met de jarigen, met de vierenden, met elk een waar ze ook doorgaan. Omdat u de Heer der Heren en de Koning der Koningen bent, die vandaag de belofte geeft voor een toekomst van hoop met u. Voor een leven
van vrede en innerlijke vreugde en vrede. In de naam van Koning Jezus. Amen, ja, amen.